We kennen Drenthe van de bossen en de heidegronden. De fraaie esdorpen op heuvelruggen en de uitgestrekte veenkoloniën. Maar hoe is dat landschap door de eeuwen heen ontstaan? En wat is de invloed van de mens erop? Dwars door Drenthe maakt een tocht door de provincie op zoek naar de sporen in het landschap. In de eerste aflevering een schets van Drenthe zoals we dat nu kennen. In de voorlaatste ijstijd, 150.000 jaar geleden, bereikten de gletsjers van Scandinavië de bovenste helft van Nederland. Drenthe lag onder een enorme massa ijs. We moeten ons voorstellen dat hier in het maximum van de uitbreiding van dat ijs, waarbij het tot midden Nederland kwam, dat het hier ongeveer 1000 meter onder het ijs lag. Je moet je voorstellen dat is 3 keer de toren van Smilde. De oerkracht van het gletsjerijs stuurde de bodem omhoog en zo ontstond het Drents plateau. Een relief van ruggen en dalen, een hoger gelegen gebied dat een groot deel van Drenthe beslaat. Tegen het einde van de voorlaatste ijstijd, 130.000 jaar geleden, voegde een smalle ijsstroom daar nog eens een uniek complex van 4 nieuwe ruggen aan toe. Ze hebben de geschiedenis van Drenthe voor een belangrijk deel bepaald. De Seierrug, de Rolder oftewel Sleenerrug, de rug van Tinaarlo en de Hondsrug. Ze lopen parallel aan elkaar en worden van elkaar gescheiden door smalle beekdalen. Om nog onbekende redenen is vanuit de Noordzee een soort ijsstroom op gang gekomen, een soort ijzerrivier van pakweg zo'n kleine 20 kilometer breed. Is ver doorgestroomd tot helemaal in het Münsterbekken bij het Roergebied aan toe. Stroomde relatief snel ten opzichte van de massa stilliggende ijs in de omgeving. En die dynamiek van dat ijs, van dat bewegende ijs, heeft dus als het ware in de ondergrond een soortement ruggen- en dalen-systeem uitgemodelleerd. En dat is niet gekomen door de beweging van het ijs alleen ook, maar ook door de druk van het ijs, het gewicht van het ijs. En dat vertaalt zich dus in een aantal zandruggen, gescheiden door laagtes waar nu dan riviertjes in lopen. De Hondsrug is met een lengte van 70 kilometer het meest markant. In een tijd dat Drenthe nog voor bijna 90% nat en drassig was, werden de hoger gelegen ruggen een aantrekkelijke plek om te wonen. En zo ontstonden er in de vroege middeleeuwen, rond 800 na Christus, de eerste nederzettingen. We staan aan de oostkant van de Hondsrug bij Annen. Waar echt een heel duidelijk hoogteverschil te zien is tussen de laagte van de Hunze, waar we nu in staan, en de Hondsrug zelf. Mensen vinden het fijn om hoog te wonen op een droge plek en waar ze ook een akkertje kunnen aanleggen. Maar ze willen ook dicht bij de lagere gronden wonen. Dus je gaat het liefst op de rand wonen. Nou, zo'n huis wat hiervoor staat, die boerderij, die staat prachtig. Die kijkt uit over de lage gronden. Maar hij kan ook in de omgeving, heeft droge grond waar je kan wonen en ook een akker kan aanleggen. En zo ontstaan op de verschillende ruggen kettingsnoeren van dorpen. Op de Rolderrug zijn dat bijvoorbeeld Rolde, Grollo, Schoonoord en Sleen. Op de Hondsrug heb je zelfs een westelijke en oostelijke gordel. Westelijk liggen Odoren, Borger, Eekst, Anlo. Aan de oostelijke kant zijn dat Exlo, Buinen, Gieten en Annen. Ja, die Hondsrug is zo breed dat het niet gunstig was om middenop te gaan zitten. Dan zat je te ver van de lagere gronden. Dus mensen gaan of aan de ene kant zitten of aan de andere kant. En dan krijg je twee ketens van dorpen eigenlijk. En dan zaten ze op de rand met het dorp. En dan kon je zowel de hoogte gebruiken als ook de laagte. Het Drentse landschap zoals we dat nu kennen is door de invloed van de mens gevormd. Maar als je bij donderende bodem ingaat, kom je erachter dat de geschiedenis van dit landschap honderdduizenden jaren oud is. Om te beginnen. Deze witte zanden die komen uit de Elster-ijstijd. Zo'n 500 tot 450.000 jaar geleden. Boven de afzettingen uit de Elster-tijd ligt het restant van de Zalen-tijd. Een stukje geschiedenis van 150.000 jaar geleden. Hierboven vinden we zanden die afgezet zijn in de Weichseltijd, 15.000 jaar geleden. De bovenste laag, dat zijn eigenlijk de esgronden die vanaf de vroege middeleeuwen ontstaan zijn
door het landbouwkundig gebruik, waarbij mest en urine van schapen werd vastgehouden in stallen, waarbij plaggen werden gebruikt. En in het voorjaar werd dat mengsel van mest en plaggen weer teruggebracht naar de akkers. En dat heeft in de loop van enkele eeuwen deze zwarte laag gevormd. Als je zoals Harry Huisman over de heuvelruggen en door de beekdalen rijdt, zijn de hoogteverschillen nauwelijks waarneembaar. Toch is er een groot verschil, vooral ook te herkennen aan de begroeiing. Nou, we lopen hier boven op de kruin van de Tinalo-rug. En je kunt haast geen groter contrast krijgen tussen landschappen. En dan kun je zien dat het hoog en laag ontzettend veel verschil uitmaakt waar je op dat moment bent. 2 meter hoogteverschil bepaalt al of je boomgroei hebt. Of je bijvoorbeeld huizen kunt tegenkomen. En het feit dat die grond hier ook wat vriendelijker is, wat droger is, dat merk je onmiddellijk aan de vegetatie. Want je ziet hier eikenbomen, nou dat zijn behoorlijk fors ontwikkelde bomen. Die kunnen in deze bodem makkelijk wortelen. Verdrinken niet letterlijk. Dus ze kunnen groot groeien, oud worden. En dat afwisselende landschap bepaalt dus in wezen ook ja, dat landschap van met die afwisseling van ruggen en dalen. Hoogteverschil van 1 of 2 meter tussen rug en beekdal, dat maakt al uit of je te maken hebt met boomgroei en huizen of dat je dus een te nat gebied hebt waar je ook überhaupt kunt wonen. Zoals hier. Dit is, je ziet ook geen boerderij in de omgeving. Het is maar een betrekkelijk gering reliëfverschil, maar die 1,5-2 meter hoogteverschil, dat maakt al uit of het hier in het landschap nat en kaal is. Of het is prettig om te wonen en je hebt daar huizen en bomen. En dat zie je hier precies midden in het dal, links en rechts, fantastisch mooi. Het hele hondsrugsysteem, zoals we dat noemen, want het zijn dus 4 ruggen. Er is niet een tweede op de wereld die je daarmee kunt vergelijken. Maar het systeem hier in Nederland, in Drenthe, dat je alleen daar een smalle strook hebt met die 4 ruggen en die dalen, die puur en alleen het gevolg zijn van ja, zeg maar zo'n ijsrivierstroom, dat is uniek, werkelijk uniek. Volgende week in aflevering 2 start dwars door Drenthe haar tocht in oostelijk Drenthe op woeste grond.